En toen was daar Jan Terlouw. Gewoon toch een redelijk middelbare man, zal ik maar zeggen. Stokoud. Stokoud. Met een sprankelende geest. Maar goed, die kwam opeens met woorden en nog steeds tot op dit moment. Als je hem hoort, dan kom je gewoon een beetje tot rust. Ja. Dan denk je, ja, het kan. Ja. We moeten het doen. Natuurlijk. En het is ook leuk dat allemaal mensen kleine initiatieven hebben. Maar ik hunker echt naar mensen. En die moeten gewoon jonger zijn dan jij. Ja. Maar ik hunker naar mensen die een visie hebben en een... Precies. Niet geruststellend, maar een optimistisch beeld hebben. En zie je ze opkomen? Ik zie ze niet.